Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Spooty.nl voor uw smoothiefiets, Mari Zwembaden en Wellness Swansum en Jong Leren Eten Limburg. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Ja, deze keer sta ik in mijn favoriete stad, Barcelona. En in Barcelona achter mij de Sagrada Familia, die gebouwd is door Antoni Gaudi, maar die nog steeds niet af is. Weten jullie hoe lang ze al aan deze schitterende kerk werken? De kinderen van basisschool De Glundering in Halen gingen aan de slag met het onderwerp water. Hierbij maakten ze hun eigen product, namelijk water met een smaakje en tevens een mooi etiket voor op het flesje. Verder deden de kinderen tal van waterproefjes. Dit jaar zetten de kinderen weer hun beste beentje voor in de scholenchallenge. In het prachtige aardbeienland, het gezondste land van de wereld, zijn er maar liefst 3 uitdagingen te overwinnen. 1. Beat the rope, oftewel touwklimmen. 2. Cornhole, wie gooit het zakje door het gat. En 3. Een heuse obstakelrun met vele hindernissen. Wie wordt de opvolger van basisschool De Triolier uit Reuver? Wie wint de nieuwe scholenchallenge? En deze keer is groep 5 van basisschool De Glundering uit Halen aan de beurt. Dit zijn de toppers die deelnemen aan het eerste onderdeel, Beat the Rope. Succes! Daar gaan we! Kijk eens wat een krachtsinspanning. Kom op meiden! Is bijna boven. Nu nog de balk aantikken. En ja, goed zo. 3 bonusseconden verdiend bij Beat the Rope. Op naar de cornhole. En deze kanjers gaan zakjes gooien. Als het lukt, in het gat. Oei, dat was jammer. Nummer 2 perfect gegooid. Nummer 3 laat het wel heel makkelijk lijken. Nummer 4 gooit en... Nummer 5 gooit, net mis. Jammer. Maar in totaal dus 15 bonusseconden. Op naar de obstacle run met deze gladiatoren uit groep 5 van basisschool De Glundering uit Halen. Nummer 1 start boven en is klaar voor de afdaling. Daar gaat ze. Goed zo. Nu nog een klein stukje omhoog en nummer 2 aantikken. Prima. Nummer 2 maakt zich razendsnel uit de voeten. Knap hoor. Nu nummer 3. Nummer 3 mag over de balk. Kijk uit, niet vallen. Mooi. En nu nummer 4. Zo snel mogelijk door de banden. Goed gedaan. En nummer 5 is ook al weg. In de touwen, zonder de grond aan te tikken. Ze doet dat voortreffelijk. En nu nog nummer 6 aantikken. Die gaat van paal naar paal, zonder de grond aan te tikken. Dat gaat snel. Hij mag banden slingeren. Niet makkelijk, wel leuk. Hij is heel behendig. Kom op, nog een klein stukje. Zijn armen zijn te kort. Oei,
Ja, hij heeft het touw te pakken. En nu de bel. Goed gedaan. In totaal 124 seconden. Min de 18 verdiende bonus seconden bij de eerste twee spellen maakt een totaal van 106 seconden. En daarmee komt groep 5 van basisschool De Glundering op de voorlopige eerste plek. Super! Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken. In het kader van Jong Leren Eten ga ik vandaag weer een lekker gezond gerechtje voor jullie maken. Dus ik neem jullie weer mee. Ik ga vandaag voor jullie een lekkere, gezondere variant maken van witte rijst. Dus ik ga vandaag voor jullie lekkere bloemkoolrijst maken. Daarvoor hebben we natuurlijk nodig een bloemkool. Ik kies voor een variant met limoen en paprika. En ik heb wat olijfolie om het lekker in te gaan wokken. Dan ga ik beginnen met het schoonmaken van de bloemkool. De kern die kan er uitgesneden worden. En het kan dan in de ronde. Opletten voor je vingers. Zo. En dan kun je zo het puntje eruit halen. Dan snij ik de bloemkool in kwartjes. En dan begin ik met het raspen met een grove rasp. Ik heb de bloemkool lekker geraspt. Het is een half bloemkool. Ik ga dan verder met de paprika. Lus je geen paprika, is helemaal niet erg. Je kan ook lekker prei gebruiken. Noem het maar op. Je kan variëren, wortel. Maakt allemaal niet zoveel uit. Wat jij lekker vindt. Dan ga ik verder met het snijden. Zo. En dan snij ik hem hierin. Dan kan ik hem openmaken. En dan kan ik hem in één keer eruit halen. Snij ik het witte weg, dat is niet zo lekker. Dat is heel bitter. Zo. En dit kan ik allemaal gebruiken en dat snij ik fijn in blokjes. Dan kunnen we daarna beginnen met het bakproces. Ik doe de olie in de pan. Zo. En aangezien we het gaan wokken, mag de pan goed heet worden. Dus nu zie je al een klein beetje de rook ervan afkomen. Dus ik begin daarna met de bloemkool. Zo. En daarna de paprika erbij. Ik vind het lekker om er dan ook nog een klein beetje curry aan toe te voegen. Hiermee kan je ook creatief zijn. Pak maar wat uit in het keukenkastje zit. Maakt allemaal niks uit. Zo. Dan ga ik dan verder met de limoen. En van de limoen gebruik ik niet alleen het vruchtvlees, maar ook de schil. De schil die is een stuk zoeter als wat erin zit. Dus dat geeft een verrassend lekker smaakje. Het belangrijke is dat je alleen het groene raspt en niet het witte. Want het witte dat is heel bitter. En de rest van de limoen snij ik door de helft. En van één helft doe ik het sap erin. Zo, het is nu mooi gewokt. Het is allemaal gaar. Ik doe er nog een klein beetje zout en wat peper bij voor de finishing touch. Het heeft ongeveer 10 minuutjes gewokt en ik ben tevreden, dus ik kan het gaan serveren.
En als garnering kun je er nog een citroentje, limoentje bij leggen. En dit is wat je dus ook kan doen met bloemkool. Dus het hoeft niet altijd alleen maar het gaarkoken te zijn zoals het meestal thuis wordt gegeten. Maar het kan ook op deze manier. En dit is een lekkere, kleurrijke variant. Ja, het antwoord is 141 jaar. 141 jaar wordt er al gebouwd aan de Sagrada Familia. En ze hebben nog minstens 10 jaar nodig. Ongelooflijk, hè? Trouwens, echt bijzonder mooi om eens te gaan bekijken als je in Barcelona bent. Ik heb genoeg gezien in Barcelona. Ik heb een vliegtuigje nodig, want de volgende trip is iets verder. Kerngezond TV is powered by Marie Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.